dames en jongens en meisjes, juffrouw Franka! Hallo jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie vanavond allemaal naar deze mooie grote poppenkast zijn komen kijken. En wat zien jullie er allemaal mooi uit? Ja, behalve jij dan toch. Ik wil jullie vanavond allemaal een heel mooi, maar ook wel een beetje een spannend avontuur vertellen. Van Jan Klaassen. Kennen jullie Jan Klaassen? Ja! Ik zal hem eens even voor jullie roepen. Jan Klaassen! Kindjes, ik geloof dat ik Jan Klaassen al rommel in de kast. Ik ga vlug even voor jullie kijken. Ik ben al lang uit de kast. Maar let maar eens op. Ik weet zeker dat er hier in Vlierde nog heel veel mensen in de kast zitten. En die moeten er maar eens uitkomen. Ja, kindjes. Sorry voor deze storing. Maar nou heb ik Jan Klaassen nog steeds niet gezien. Nog één keertje. Jan Klaassen! Misschien moeten alle kindjes hier, alle jongens en meisjes, even mee helpen roepen. Ik tel tot drie en dan zeggen jullie Jan Klaassen. Heel hard, heel hard. 1, 2, 3. Jan Klaassen! Oh, arme! Jan Klaassen! Nog één keer. Dank jullie wel, lieve kindjes. Jan Klaas heeft jullie dus toch gehoord. Jan Klaas heeft namelijk al zoveel spannende avonturen meegemaakt. Jan Klaas was wel aan een beetje rust toe. En die rust, lieve kindjes, kwam Jan Klaas opsnuiven. In ons mooie Vlierde. Of niet dan, Jan? Jazeker, juffrouw Franka. En dat was eigenlijk wel de bedoeling. Iedereen had namelijk gezegd dat Vlierde zo'n lief, rustig dorpje was. Maar toen ik het dorp binnenwandelde, zag ik al meteen staan: dorp vol actie. Nou, mijn nieuwsgierigheid was geprikkeld. Op naar de actie dan. Op naar de seks, de drugs en de rock'n'roll. Ik kwam van Liesel afgewandeld richting Vlierde, toen ik al direct een hoop herrie en kabaal hoorde. Wat denkt die dadels wel niet? Hij doet net alsof hij weer moos is. Dat verrekt. Ze kunnen allemaal. Ik ben tegen. Allemaal verrekken. Ik word tegen. Verrekken ze tegen. Een bier is op. Jan Klaas had zich vergist. Het waren de gebroeders Winkels in directieoverleg. Jan Klaas was zo geschrokken van die scheldkanonade. En hij vervolgde vlug zijn weg richting Vlierde. En via de glooiende Hazeldonk en de knusse Kapelweg liep hij ons mooie Vlierde binnen. Vertel eens even aan de kindjes, Jan, waar je toen toch bij uitkwam. Bij de lagere school. Ik kwam langs de speeltuin toen ik een klein manneke op een wipkip flink op en neer zag wippen. Wie is dat dan? Wie is dat? Kunnen jullie het allemaal zien? Hoor ik jullie nu kapotte flop roepen? Jongens en meisjes,
is gewoon... Peter van Veen. Hoi, kabouterflop. Ik bedoel natuurlijk Peter van Velen. Jan Klaassen, goeiedag. Wat doe jij hier in dit dorp vol actie? Dorp vol actie? Hoe kom je daar nu bij? Er gebeurt hier helemaal niks. Haha, maar daar komt verandering in. Toch zeker niet dankzij de dorpsraad, neem ik aan. Hoezo niet namens de dorpsraad? Is dat een grapje? Nee. Gelukkig, want ik hou niet van zulke grapjes. Ik kom namelijk net van het gemeentehuis vandaan. Ik kan je wel zeggen, Jan, die hele Deurnense politiek, het is met een grote poppenkast. En die wethouders zijn nog het ergst. Die Henk Kerkens voorop. Als ik eens op het gemeentehuis binnengeplopt kom, dan probeert hij zich altijd voor mij te verstoppen. Als ik die krullenbol in mijn handen zou krijgen, ik zou gehakt maken van zijn loze beloftes en vage voornemens. Als je het over de duvel hebt, dan ga je op zijn krullen staan. Wethouder Kerkers. Hallo Jan Klaassen. Toevallig was ik net op werkbezoek in dit schitterende dorp. Alhoewel, toevallig. Ik ben eigenlijk op zoek hier in Vlierden. Op zoek? Waarnaar dan? Hé, hey, kabouterflop. Ik bedoel Peter van Velen. Ik had u over het hoofd gezien. Dat komt omdat je krullen voor je ogen hangen. Maar vertel op, waarnaar was je hier in Vlierden op zoek? Nou, ik ben op zoek naar de Tom. De Tom van Wim. De Tom van Wim? De Tom van Wim? U moet de praat van Wim niet zo serieus nemen. Wim is namelijk meer een Tom-prater. Dat zie ik toch anders. De Tom wordt door Wim geschonken als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste is dat Leon Thijssen dan ook een 500.000 stort. Nou, en dat zou wel eens een probleem kunnen zijn. Maar Jan, hoe vind jij het hier eigenlijk in dit dorp vol actie? Dorp vol actie? Ik vind het anders maar saai hier. En hoe gaat u ervoor zorgen dat we hier wel eens actie krijgen? Goed dat u het zegt. Dan ga ik er direct werk van maken. Er gaat hier dus echt iets veranderen? Hé, beste Jan. Niet hier in het dorp, maar wel hier op mijn papier. Ik ga deze beleidsnota aanpassen, de lange termijn innovatievisie in mijn subcommissies bespreken en een commissie in het leven roepen die vergadert over hoe we de structuur kunnen integreren met reconstructiepraatmodellen. Hou op, hou op! Ik word hier zo ontzettend moe van. Ach, kabouterflop! Je kunt me ergens moe van worden, toch? Zit me toch niet zo te pesten met je kabouterflop! Ik ben namelijk Peter van Velen. Ik heb het echt helemaal gehad met jou. Hier, ik zal je eens wat Vlierdense actie geven. Actie! 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 Oei, 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 kindjes. Wat neemt Peter onze wethouder daar toch te grazen? Jan Klaassen was zo geschrokken van dat zinloze geweld en hij zet het op een lopen. En hij sprintte langs het huis van Piet Hein en Sissy, waar vroeger zoete broodjes gebakken werden. En hij rende verder en verder en verder en ineens botste hij tegen een bord aan. En op dat bord staat te koop. Te koop, denkt Jan Klaassen. Je moet toch wel een ontzettende sukkel zijn om in deze economisch zware tijd je huis te koop te zetten. En dat klopt, want dat huis, daar is van Carnet!
van den Heuvel! Jan, die hoorde wel een hoop lawaai achter in de tuin. Stiekempjes liep hij achterom. En daar zag hij de grote, gigantische buitenjacuzzi van Corné. En wat Jan Klaassen daarin toch aantrof. Kijk eens aan het bestuur van de dorstvlegels. Nee, Jan, niet het bestuur, maar de prinsencommissie. Zeg maar de top van de dorstvlegels. Zeg maar gerust de loodzware top, hè, Corné? Lollig zeg, Thomas Gekolen. Kun jij met me verder met ook eentje speulen? En wat zie ik hier? Ook al een dame in het bubbelbad. Als dat Hanneke Jacobs van Bree toch niet is. Hoi Jan. Tja Jan, iemand moet nog voor de koffie zorgen. Maar alles teer onder leiding van onze onvolprezen voorzitter, John Slegers. Is dat mijn taak? Ik dacht al, wat doet hij toch? Dat denken wij allemaal hoor, John. Maar luister eens, waarom vergaderen jullie eigenlijk altijd in het bubbelbad over de nieuwe prins? Dat is logisch, Jan. Dit is namelijk top secret. En daarbij, het is de eerste plaats hier geweest waar geen kliklaminaat ligt. Ah! Ja, Jan, wij zijn er immer het meest geprezen en het uiterste geheimzinnige genootschap van Vlierde. Wij beslissen hier in de bubbelbad over de volgende hoogheid die Dorstvlegeland zal regeren. En daar moet ik er niet al te licht over denken. Dat is zeker in de kattenpis. Nee, je moet wel wat verstellen in dit dorp. Een echte autoriteit zijn. Zeg maar, een ware edelman tussen al die boeren hier. Hoezo, John? Maar jij bent toch ook ooit prins geweest? Dat kent toch werkelijk iedereen worden, hè? Ja, dat is de eerste steek onder het water. Tada! 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 Trouwens, dat badje van jullie, dat bubbelt zijn best. Ja, nou, je het zegt, maar ik heb de bubbels anders niet aangezet. Kijk daar op de rand, de linnert afstandsbediening. Ik heb die echt niet aangeraakt. Ja, sorry, maar ik heb hier gisteren met Dirk van den Heuvel samen met Thijs en Sharma besteld. En die ligt een klein beetje zwaar op de maag. En er is ook geen huur voor betaald, dus John, trek eens aan mijn vinger. Oh, dus op dit moment maak ik hier de bubbels. Dus daarom voelt dat water hier zo erg, man. Nou, best op met dat gebubbel. Want anders trek ik er dadelijk de stop uit. Dus trouwens, sowieso geen slecht idee, want ik zit er heel de op te draaien. Dat is de stop helemaal niet! En voor meer een paard hoef ik ook niet op de andere te rijden! De stop eruit trekken? Denk het maar rap met Hanneke Jacobs! Zo borrelen vanzelf de goede idee op voor de nieuwe prins. Maar, Corné, wat kost een bubbelbad nou eigenlijk nog? Sorry Thomas, over geld doe ik geen uitspraken. Ik ben immers een Van den Heuvel. Een echte Van den Heuvel, die prut niet over zijn geld. Die laat het alleen zien. Een bubbelbad kopen? Ga dat gek!
en zandplaatsen wanneer je zo'n bubbelbad kunt huren. Al vanaf 1 uur. Je kreeg er een drankje bij. En gezelschap. Zeg jongens, even de aandacht erbij. Wij zoeken nog een prins. Dan zitten wij hier voor bij elkaar. We zullen inderdaad eens flink gaan vergaderen, Hanneke. Verzorg jij de notulen. Koffie hebben we in ieder geval. Ja, hoe had je dat gedacht? Notities maken in het water. Heb jij je de waterwaalse stift meegenomen, dan? John, zit toch niet zo te zeveren. Noem liever wat kandidaten voor de prinselijke titel. Oh, ik weet er nog wel in. Edward Thijssen, oftewel Zaal. Zaal Thijssen. Die blieb toch niet overeind staan. Maar wat hoor ik nu toch allemaal? Is de taak van Prins Carnaval dan echt lichamelijk zo uitputtend en zwaar? Uiteraard. Wat denk je dan, Jan? De tiller verzuurt het bier. En elke keer als hij bier gaat halen, ja, dan neemt hij meteen voor ons een bier mee. Oh, ja. Ja. Ja, ik weet dat jullie mij dan nog maar een klein manneke vindt. Maar ik kan de tempo echt niet bijhouden. Dan snak ik vaak toch gewoon liever naar een shandy, of een snorretje, of een sneeuwweetje. Hé, wat er voor jou toch gebeurd was? Goh. De tiller, die was zat. Zat, maar dan ook echt zat. Afijn. De tiller ging naar buiten toen het vaak geregend had. En de pastoriestrouw die gloom helemaal van het leukste water op te krijgen. Tjuh, dacht de tiller. Dan moet ik hier ook nog naar de rivier over zwemmen. Dus hij ging een paar meter achteruit. Zet een aanloop in. En met volle sprint zet hij zich af op de stoeprand. En met een sierlijke duik wil hij die rivier in duiken. En met een gruwelijke smak kletst hij vol met een contant keihard op die keien. Zakketje. Daar komt hij. Heeft hij nog gevroren ook? Zeg, dus we moeten een prins hebben die goed kan zuipen. Dan moeten we nog eens een keer van de maffia kijken. Frans Fransen bijvoorbeeld. Ik heb gehoord dat zijn bedrijfsnaam een prinselijke aanwijzing is. F.H.T. Formidabel hoofdtalent. Hoe moet die naam nou toch een prinselijke aanwijzing zijn? Spreek voor zich. Een formidabel hoofdtalent. F.H.T. Frans Fransen? Nee, dat moeten we beslist niet doen. Die wil veel te ger. Die kennen we altijd nog inzetten. In mindere tijden, als joker. Nee, binnen de maffiakringen zit ik eerder te denken aan Egbert Jansen. Egbert Jansen? Dat weet ik niet. Hou op, het wordt begin van de maffia. Die zijn de laatste jaren al hofleverancier. Nee, het moet iemand zijn wat niemand verwacht. Ja, en aan wie had je dan in gedachten? Nou, bijvoorbeeld... René van der Voort, van die bellenzaak. Oh, die René van der Voort.
Nee, dat is mijn slopert. Zeg, ik weet wie de prins moet worden. Arie Menne moet prins worden. Arie Menne? Die ken ik niet. Ik wel. Zijn zoon, die is ook ooit jeugdprins geweest. Dus het zit ze in de genen. Ik ken hem ook. Ik denk ook wel dat het een heel goede keuze is. Want als ik aan Arie Menne denk, dan denk ik aan... Dat is niks. Maar vertel eens, Hanneke. Waarom zit jij aan Arie Menne te denken? Arie Menne? Ik vind hem best wel aantrekkelijk. Arie Menne, aantrekkelijk! Heren, rustig maar. Ik begrijp best waarom de Hanneke Arie Menne aantrekkelijk vindt. Tegenover Jos van Bree is iedereen aantrekkelijk! Arie Menne is dan ook niet die mens van het idol? Juist, Coné. Ideale, dorpse, zo'n schone prins. Dan heb ik trouwens nog wel een prinsenmotto. Met carnaval ging hij nooit meer op die lange lat, hè? Want hij kunt voortaan hier in Vlieren met carnaval een pilsje vatten. En dan is de afgelopen met de ski varen. Dat is goed gezien, dat had ik wel kunnen zeggen. En de Hamerman! Ja, dit was onze podcast voor vandaag. Hoe vonden jullie hem? Hij is verrassend. Maar hebben jullie gezien hoe mooi ons podium eruit ziet? Hebben jullie dat gezien? Er zijn vooral twee mensen, zijn daar natuurlijk een paar meer met het opbouwen. Maar als ik nou zeg dat Hanneke Verberne en hunne Maria, kom eens zo even naar boven. Kom eens zo even naar boven als je...